Live vanuit het World Trade Center Almere. Dit is Easy FM met het nieuws van 6 uur. Goedenavond, dit is Luc van Rooij met het Easy FM nieuws. Premier Mark Rutte heeft eerder vandaag gereageerd op de vakantietrip van de koninklijke familie naar Griekenland. Rutte schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij van de reis wist, maar zich te laat realiseerde dat de vakantie niet te rijmen was met de oplopende besmettingen en aangescherpte maatregelen. De koning en zijn gezin braken de trip vrijdag af na een paar uur vanwege de ophef onder Nederlanders. Het RIVM meldt vandaag 8184 positieve coronatests. Dat is 28% meer in vergelijking met vorige week. Toen waren er 6378 positieve testmeldingen. Er kwamen 15 meldingen binnen van personen die zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Dat waren er vorige week 17. Overigens zijn niet alle 15 mensen het afgelopen etmaal overleden. De meldingen komen soms dagen later binnen bij het RIVM. En de NS haalt vanaf morgen tijdelijk de extra forense treinen uit de dienstregeling tijdens de spits. Er wordt dan weer gereden met het reguliere spitsspoorboekje. Ook rijden er vanaf volgend week einde geen extra nachttreinen meer. Het normale nachtnet, dus ook de verbinding naar Schiphol, blijft ongewijzigd. Deze maatregelen worden genomen omdat er steeds minder mensen de trein nemen vanwege de coronamaatregelen, aldus de NS. En dan het weer nog. Vanavond is het bewolkt, maar het kan op sommige plekken af en toe opklaren. Vooral in de kustgebieden is nog een lichte bui mogelijk. Het is ongeveer 8 graden. En tot zover het nieuws op 95.5 Easy FM. Voldoet je bedrijf aan de eisen van de wet milieubeheer? Sinds kort wordt daar streng op gecontroleerd. Met het energiebesparingsplan van HIT Profit voorkom je boetes en zie je direct wat je kunt besparen. HIT Profit. Onthoud die naam. Help! 150 kanjers. Ernstig zieke kinderen wachten nog op de dag van hun leven. Kanjerwens Nederland heeft jouw hulp nodig. Bezorg deze kanjers een onvergetelijke dag. Zonder zorgen. Met hun familie. Dat noem ik het kanjereffect. Help alsjeblieft mee. En doneer. Ga nu naar kanjerwens.nl en help. Voorkom een boete en zorg voor een energiebesparingsplan. Regel het op hitprofit.nl. Ben je ondernemer en op zoek naar een bedrijfsfinanciering of vastgoedfinanciering? Finmatch vergelijkt en zorgt voor de financiering met de beste voorwaarden. Onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Ga naar fin-match.nl en neem vrijblijvend contact op. Finmatch, voor elk bedrijf een passende financiering. Help alsjeblieft mee. Bezorg deze kanjers een onvergetelijke dag. Dat noem ik het kanjereffect. Ga nu naar kanjerwens.nl en geef. Ik wilde van mijn rimpels af. Een vriendin zei, ga toch naar Dr. André Beauty World in Almere. Nou, en daar werd ik zo vriendelijk geholpen en goed voorgelicht. Kijk, is het niet fantastisch? Heel natuurlijk. Mijn huid is nu ook weer gezonder en steviger. Ook van je rimpels af? Gewoon naar Dr. André Beauty World, de expert in profilo, botox en fillers. DrAndré.nl. Brandend verlangen met Pascal Frederik. Easy.
Ja, we gaan naar het tweede uur van Brandend Verlangen. En man, oh man, oh man, wat hebben ze er zin in. Ze hebben tegen mij gezegd, weet je Pascal, we laten het gewoon het tweede uur lekker op ze belopen. Er is zoveel te bespreken en we raken niet uitgepraat. Laten we gewoon in het momentum stappen en gewoon vasthouden aan waar we over in gesprek gaan. En we zien wel of we muziek moeten draaien of niet. Dat betekent dat wij spannende radio voor jullie gaan maken, lieve mensen. Want dat betekent dus dat we niet uitgesproken raken en dat de energie onverminderd doorgaat hier bij ECFM op 95.5. We gaan het hebben over de struggles. De strijd, de obstakels, hetgeen wat men tegenhoudt, waar men tegenaan loopt en waar men tegen strijdt en vecht. Vanaf daar geef ik het woord aan mijn gasten. Ja, je dacht dat ik alles zelf ging doen. Nee. What's going on? What's the struggle about? Ik denk dat een van de struggles eigenlijk is de beperkingen in je hoofd. Dus hoe je jezelf ziet, wat je gelooft over jezelf. Mm-hmm. En over de wereld om je heen. Dus op het moment dat je gelooft dat je dingen niet kan, dan kan je ze niet. Mm-hmm. Hè, als je gelooft dat het leven een worsteling is, dan is dat wat je krijgt. He, want daar... Dus in plaats van I'm being punished, dan is het van hey, I'm being challenged. Zoiets. Exact. Okay. Dat is bijvoorbeeld een hele mooie manier om het om te buigen. Okay. Net als dat je bijvoorbeeld dingen doet uit je comfortzone. En dan vinden mensen dat eng, bang, bang, bang. Of je vindt het spannend inderdaad, of opwindend. Of, weet je waar dat me aan doet denken, Jacquemijn? Mm-hmm. Will Smith, we hebben in de previews hebben we het gehad over Will Smith. En dat doet me denken aan een verhaal van Will Smith. Mm-hmm. Waarin hij vertelt dat hij elk jaar of één keer in de zoveel tijd zoekt hij een challenge op. Ja. Waarin hij uitlegt dat op het punt waar je het meest bang bent. Exact. Dat er aan de andere kant van de fence, zeg ik dat goed? The other side of the fence, is ultimate bliss. Ja. Het heeft even geduurd voordat ik hem begreep. Vooral omdat ik zeker niet van plan ben om de stappen te volgen die hij gevolgd heeft. Wat doet hij dan? Heeft hij iets bijzonders gedaan? Bungee jumping. Oh, wow. Luister. Nee. Ik heb 2 maanden geleden ben ik uit een vliegtuig gesprongen. Met mijn dochter. Parachute. Tandem. En het moment dat je dus met je benen naar buiten bengelt. Oh, kippenvel. 13.000 voet. Dat is even heel spannend. Oh. En dan in één keer, dat is heel gek. En dan zit je in die vrije val. En dan op een gegeven moment, dan denkt je mind, oh, oké, dit is leuk. Dit is heel erg. Hoe lang heeft dat geduurd voordat het leuk werd? Ik denk 5 seconden. Oké. Maar dat zijn hele lange 5 seconden. Want je zit in een totale survival. Want je mind denkt eerst, holy fuck, nu gaan we dood. Weet je, nu is het klaar. Dus alles vertraagt. Dus er komt een enorm adrenaline en cortisol in je systeem. Waardoor de boel eigenlijk net als dat je een ongeluk krijgt. Weet je wel, dat je het idee hebt dat alles heel erg langzaam wordt. Dat je zo alles aan je voorbij ziet gaan. Oh ja, die trip down memory lane. Ja, dat je echt denkt wel, hoe. Maar dan op een gegeven moment dan vlieg je en dan ga je. En dan is het een enorm gevoel van vrijheid. Wauw. Ja. Ik vind het wel mooi klinken. Heb jij het wel eens gedaan? Ik heb het nooit gedaan, maar ik vind het een mooi voorbeeld inderdaad. Als je het over mindset hebt. Ja. Om gewoon dat vliegtuig uit te stappen eigenlijk. Als alles in je nee zegt. Exact. Om gewoon toch die stap te zetten. Ja. Ja. Heel heftig. Maar ook net wat je zegt. Als je er dan eenmaal uit bent, dan kun je ook niks meer aan doen. Nee. Dus op een gegeven moment ga je er maar van genieten bijna. Exact. Kan ik me voorstellen. Ja. En dan moest ik wel erg lachen. Want mijn dochter die had het een paar maanden daarvoor gedaan. In Australië. En toen konden we nog rijden. Ja, vriendin begint te lachen. Je zegt Australia. Someone's getting awake here now. dus die had het al 1 keertje gedaan. Toen konden we nog reizen. En nu was het Texel. Dat was ook superleuk natuurlijk. Oh ja, ja. Hmm. Ja. We hadden allebei zo'n cameraman die het ging filmen.
En omdat zij eigenlijk het al een keertje had gedaan, zat zij helemaal zo van die gebaren te maken naar de cameraman. Het is, weet je, is supergoed, gaat helemaal goed. En ik zat alleen maar zo in een soort van spagaatpositie. Dat was het laatste savingsmiddel van, hey, don't let me go now. Ik durfde helemaal niks te zwaaien of weet ik veel wat. Dus hebben ze dat bij jou toen ook gedaan? Van dat ze zeggen, ja, we tellen tot 3, maar dat ze je bij 2 al duwen? One, two, en dan 3, you freeze, but then at 2, yeah. Like, hey! Ja, gewoon zo net even te vroeg. Ja. Ik kan het me wel voorstellen dat ze dat zouden doen. Ja. Nee, maar dat is grappig. Dus dat vond ik zo opmerkelijk om te zien. Dat omdat zij het al een keertje had gedaan, was zij heel relaxed. En was ze gewoon een beetje aan het zwaaien. En voelde ze zich helemaal... ze vond het natuurlijk wel spannend. Maar, maar niet zoals ik. Ik moest echt wel eventjes mezelf herpakken. Oké. Dus je had het over mental issues daar zo. Maar 5 seconden, oké. Ja, 5 seconden, misschien 8 seconden. Maar daarna gaat het over in bliss. En in een enorm gevoel van vrijheid. En Jean-Luc, zou jij dit gevoel kunnen vertalen naar hoe dat wordt opgevat als het gaat om... Ik wil niet de hele tijd terugvallen op afvallen. Maar in ieder geval het proces van waar je bezig bent als je iemand begeleidt in bewustwording van voeding en de hormoonbalans verbeteren. Ja, wat ik ook uit mijn persoonlijke verhaal wel... wat wel een punt was voor mij, was dat je het idee hebt van... ik zit hier met een bepaalde situatie opgeschreven waar ik niks aan kan doen. En dan geeft het ontzettend veel vrijheid als je gewoon begint te realiseren van... hey, je hebt meer controle, je hebt meer invloed dan je denkt. En je kunt die invloed gewoon uitoefenen op dingen in je leven... en daar gewoon wat mee doen. En hoe vertaalt zich dat dan bijvoorbeeld bij een struggle als het gaat... Ik ga dan toch wel, want dat komt vaker voor, hè? Mm. Mensen die wel willen afvallen omdat ze gewoon... ik zal een praktijk voor betreffen. Iemand die bijvoorbeeld een emotionele eter is. Ik denk dat het herkenbaar is, toch? Ja. Emotionele eters. Die krijg ik wel eens, ja. Ja, toch? In mijn praktijk. Ja. Hey, ik heb pijn, ik grijp weer even naar iets waarmee ik de pijn zogenaamd kan verdoven. Ja, comfort food. Comfort food, maar comfort betekent eigenlijk... dat het oncomfortabel wordt. Want hoe meer je comfortfood je eet, des te oncomfortabeler het wordt. Ja. Maar ja, ik probeer een link te leggen tussen dat gevoel van angst naar bliss. Hoe kunnen we dat vertalen naar voeding? Oh, ja. Ik denk heel erg dat wat ontzettend cool is als je realiseert dat je... als je ergens voor gaat en het lukt dan. Je maakt een bepaalde stap en dan doe je toch maar even. En je moet gewoon heel klein beginnen. Als je in één keer zegt van oké, ik wil 20 kilo afvallen... dan is het heel lastig. Maar gewoon één keer een iets gezondere maaltijd te maken. En dat is dan de eerste stap. En vanaf daar kun je gewoon steeds verder. En dan merk je van, ik ben tot veel meer in staat dan dat ik denk. En ik denk dat daar die bliss in zit. Als je realiseert van, die agency die ik heb over mijn eigen leven. Dat is het. Ik realiseer me, terwijl je dit nu tegen me zegt, dat ik misschien iets te weinig stil heb gestaan bij een gevoel van dankbaarheid dat ik er veel gezonder uitzie dan een hele lange tijd. Dat ik niet gezond uit heb gezien. Kijk, ik zal niet jokken. Voor het werk wat ik doe is het heel belangrijk dat je er goed uitziet. Je wordt er op orde. Voor de radio misschien iets minder. Maar zeker wel voor als je voor het publiek staat of op televisie verschijnt. Ja. Dus je gaat gewoon maar door. Maar tegelijkertijd denk je wel van, die 20 kilo afvallen wat je zegt. Voor mij voelt het nu als iets van, het is een gewoonte geworden. Ik ben nog steeds ambitieus. Mensen zeggen, hoeft niet meer. Maar ik heb nog steeds, zoals die dame van de bedieningen, weet je wel. Ja. Maar ik heb nog steeds iets van, voor mijn gevoel wil ik nog onder die 100 komen. En ik ben van ver gekomen. En I do appreciate it. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, voor mijn gevoel zou het net nog wat beter zijn als ik onder die 100 kom. Want dan heb ik het gevoel van, ik ben niet meer 3 digits op de weegschaal, zeg maar. En ik ben nog maar 6 kilo verwijderd, dus wat dat betreft. Kijk. Ja. En ik moet erbij zeggen, spiermassa telt zwaarder. Oké, dus dan moet Als je al 20 hebt gedaan, Pascal, dan kan je die 6 toch ook. Ja, zeker. Dat is het. Dat is het toch. En prijs jezelf. Hè? Prijs en de woorden die zorgen voor zelfvertrouwen. Mm-hmm. Als je kijkt naar kinderen en een kind maakt van 3, weet ik veel, maakt een tekening...
waar 6 strepen op staan. En je zegt, oh jeetje, wat heb jij een mooie tekening gemaakt. Dan gaan ze stralen. En zo werkt het eigenlijk bij je eigen mind ook. En ja, je kan natuurlijk de bevestiging en de prijzende woorden bij anderen neerleggen. Maar je kan het ook aan jezelf geven. Oké. En jezelf bevestigen en positieve affirmaties geven elke ochtend als je in de spiegel kijkt. Zeg je, goed gedaan man. Jeetje, trots op jou. Doe jij dat? Ja. Ja, doe jij dat ook? Ja. Ja, positive self-image is echt heel belangrijk. Ik denk het wel, maar ik zeg het niet hardop. Nee, maar ga het eens proberen. Ga eens proberen om dat soort dingen hardop te zeggen. Je bent zelf een vader, toch? Ja. Ja. Dus als je je kinderen prijst en bevestigt, dan groeit hun zelfvertrouwen en groeit ook hun eigenwaarde. Kijk, naar hun toe zou ik het waarschijnlijk makkelijker kunnen. Exact, waarom dan niet naar jezelf? Geen idee. Ik denk dat daar dan misschien nog een stukje zit wat waar nog aan gesleuteld moet worden. Ja. Ik heb niet een slecht zelfbeeld als zodanig hoor. Misschien dat ik onbewust mezelf niet meer toebedeel dan dat misschien wel zou mogen of kunnen. Vorige week had ik speakers night. Of tenminste, nou ja, goed. 3 oktober had ik speakers night. Dat was een dag voor mijn verjaardag. Ja. En het was voor het eerst na 2 jaar dat ik dat weer deed. Ja. Veel mensen die er waren, die hebben het gemist. En die hadden ook zoiets van, oh, wat fijn dat je er weer bent. Dus ik werd die avond vrijwel. Ik werd gewoon overladen door dankbaarheid. En een presentatrice die in tranen uitbarstte om te bedanken. En dat ik haar ooit het podium had gegeven. Ja. Dus je kan je voorstellen, het werd te veel voor mij. En ik moet ook eerlijk bekennen, er zijn tranen gelaten. Maar ik draaide me om op het moment dat het gebeurde. Omdat ik niet wilde dat het publiek dat zo. Ik wil wel professioneel blijven, maar tegelijkertijd. Iedereen had natuurlijk door wat er gaande was. Ja. Ik denk dat dat een beetje aansluit bij wat jij zei. Van, ja. Ik denk wel van, oké, weet je wel. Yes, we did it. Zoals Rocky Balboa. Adrian, I did it. Weet je, dat gevoel is zeker aanwezig. Ja. Ja. Maar ik denk dat ik dat misschien nog een beetje moet gaan oefenen dan. Wat jij zegt van, hey, zeg het tegen jezelf in de spiegel. In de spiegel. En weet ik veel, op het toilet, in de auto. Zeg het. Zeg veel prijzende woorden. Want het kweekt. Dat het ook als je met je telefoon zelf maakt. Hey, kijk, ik zie die vee nu komen hier. Ja, ik heb een vee nu, Jean-Luc. Kijk, daar gaat het. Het is Pascal V-Man. V-Man, ja. Maar dat geeft dan ook weer die boost om door te gaan. En dat zijn de dingen, ja, weet je, als je dat realiseert van, hey, dat wou ik en dat heb ik nu. Mm-hmm. Ja, daar moet je echt aan vasthouden, dat gevoel. En echt gewoon op inspelen. Want dat geeft je weer die motivatie om door te gaan. En dat laatste beetje ook nog even te doen. Het grappige is dan, dat daar waar je op focust, krijg je meer van. Ja. 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 Weet je wat zo verdomde lastig is, hè? Dat... Mm-hmm. Vaak weet je die dingen wel, maar in de praktijk kan het voorkomen. Mm-hmm. Jij zegt het eigenlijk nog sterker. Het komt gewoon voor dat je dan weer in het oude patroon schiet. Mm. Oké, prima. Maar wat doe je er dan tegen als het optreedt? Hoe doorbreek je dat patroon? Ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren van, we zijn allemaal mensen, we zijn geen robots. Dus dat hele perfectionistische, daar hebben we alleen maar onszelf mee. Het is vallen en opstaan. En je moet je eens realiseren van, ja, weet je, er is soms een drempel op de weg. Ja, dat gebeurt. En weet je, gewoon... Net bumpy road. Ja, meer of meer resetten en gewoon weer beginnen. Verder gaan waar je gebleven was. Want als je er heel erg zwaar aan gaat tillen van, oh, het is nu fout gegaan. Dan krijg je vaak een soort van defeatism van, ja, nou, het is nu toch al fout. Dus en dan zak je steeds verder weg. En op een gegeven moment dan kun je jezelf niet meer uit die sleur halen. Ja. En dan heb je een probleem. Ik was een keer bij Tony Robbins, was denk ik in 2016. Mm. En er was een moment. Kijk, Tony loopt in principe door de hele zaal. Hè? Dus ik bedoel, ook al als je helemaal achterin zit, don't worry, he's gonna come. Yeah. En op het moment, op een gegeven moment dag 3 heb je door, hey, hij komt altijd een beetje aan die zijkant. Dus logischerwijs ging ik ook aan de zijkant zitten. Yeah. Wat gebeurde er dan? Dat het contact ineens heel erg dichtbij komt. Dus zijn blikken gaan natuurlijk overal. En dan is het dat ene moment dat hij jou pakt met zijn blik. En ik weet niet hoe het zo kwam, maar die uitspraak die hij deed in combinatie met de blik die hij op dat moment richting mij zou sturen. Hij vertelde natuurlijk een beetje wat jullie nu ook zeggen. Mm. En toen eindigde hij zijn betoog met deze zin, terwijl hij mij aankijkt: we have to do it ourselves.
Maar die kwam echt binnen met bam, is weg. Ja. Ja. Van, we have to do it. Dus ze van, ja, inderdaad, waarom gaan we dit? Ze van, I'm not there because this and that. This and that. Nee. En dan op een gegeven moment, ja, ja, ik weet niet, het kan binnen zo, ja, verrek, inderdaad. Nou, weet je wat? Ja. Wat als ik toch een alternatief heb, als ik toch al die sprong heb gewaagd of genomen, als ik toch al bezig ben met dit, waarom dan niet gewoon nog een keer en doorgaan en bezig zijn met waar je naartoe gaat in plaats van waar je vandaan komt? En dat is een van de success habits van mensen, is dat ze succesvolle mensen, die nemen geen nee. Mm-hmm. Dus die vallen, die staan weer op. Mm-hmm. Die vallen en staan weer op. En die laten zich eigenlijk niet afwijzen. Ook al worden ze afgewezen, gaan ze naar... Een sterke mindset. Probeer ze het op een andere manier. Ik heb daar even wel een vraag over. Want kijk, ik heb natuurlijk... Het is niet echt helemaal de bedoeling dat ik veel over mijzelf praat als zodanig. Maar ik ben natuurlijk een ervaringsdeskundige in deze. Omdat je me in dat proces... Jullie hebben me beide eigenlijk in het proces meegenomen. Jij met RTT, jij natuurlijk met je consultancy. Ja. Als je gaat kijken, ik wil over beide wat zeggen namelijk. Als je gaat kijken naar het proces van... Laat ik dan eerst met jou beginnen, Jacquemijn. Want ik denk dat het eerst met de mindset is begonnen. Mm-hmm. Waardoor op het moment dat Jean-Luc bij me kwam... dat ik ook open stond van oké, let's go. In hoeverre kan jij zeggen, je mag mij gewoon als proefkonijn benoemen in deze, waarom heeft RTT ervoor gezorgd dat ik iets kon doen terwijl ik het daarvoor niet kon? Ik denk omdat RTT in jouw geval heeft gezorgd dat je een betere relatie kreeg met jezelf. Mm-hmm. En op het moment dat de relatie met jezelf verbetert, ga je ook beter voor jezelf zorgen. Het is gewoon that simple eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Maar het is natuurlijk, het is simpel. En tegelijkertijd is het emotioneel heel gecompliceerd. Want iedereen loopt met dingetjes rond die ervoor zorgen dat je blokkeert. Of die ervoor zorgen dat je constant maar bezig bent met wat anderen nodig hebben. En aan het pleasen bent. Of jezelf aan het wegdrukken bent. Of wat het dan ook is. Waardoor de relatie met jezelf eigenlijk... Op een laag pitje staat, in de zin dat de belangrijkste relatie die je ooit zal hebben in je hele leven, Eigenlijk met jezelf is de relatie met jezelf. En de woorden, de belangrijkste woorden die je ooit zal horen in je hele leven, zijn jouw woorden. Zijn je eigen woorden. En als kinderen waren dat de woorden van onze ouders, bijvoorbeeld, of de mensen om ons heen. Als kinderen zijn we afhankelijk. Dus het kan zomaar zijn dat je als klein jongetje of klein meisje hele negatieve woorden hebt gehoord te krijgen over jezelf. Die je dan gaat geloven. Want als kind heb je geen referentiekader. Dus heel veel mensen met eigenwaarde issues, weinig vertrouwen in zichzelf, die hebben dat ergens ooit geleerd. Want er is natuurlijk geen baby die geboren wordt met een laag zelfbeeld. Mm-hmm. Een baby is open, nieuwsgierig, gaat de hele dag uit zijn comfortzone. Maar wanneer is dan dat eerste clash moment dat de baby denkt van, oh, maar wacht eens even. Nou, ik denk door ervaringtjes waarin ze bestraft worden, waarin ze zichzelf zijn en worden, weet je, bestraft of afgewezen of gezegd, oh, dat mag je niet doen of dat is niet goed genoeg. Of de eerste keer dat ze met misschien een matig rapport thuiskomen en dat hek van de dam is. Whatever the reason is, weet je, het maakt niet zoveel uit. Kennelijk ben je ergens in dat proces van opgroeien, ben je door ervaringen en door te observeren gaan geloven dat je niet goed genoeg bent. Of dat het niet toegankelijk is voor jou. Als je opgroeit in een systeem waar bijvoorbeeld het zusje de favoriet is. Dat gebeurt in gezinnen. Waar gewoon hele kleine dingetjes. Hele kleine dingen. Oh, waarom ben je niet zoals je zusje? Je zusje kan het wel. Of je broertje kan het wel. En dan ga je geloven. Oh, het is voor de ander wel toegankelijk. Liefde, aandacht, bevestiging, maar voor mij niet. Nou, dat zijn allemaal hele onhandige geloofssystemen. Die niet helpen. Dan laten we dit moment... Laten we van de gelegenheid gebruik maken. Ja? Misschien is er nu iemand die luistert en denkt van... Oké, ik ben daar, maar ik wil eruit. Wat kan je op dit moment als advies meegeven? Zodat we, als we dat stukje hebben gedaan en hebben gezegd... Hey, you're okay. Dan kunnen we gaan kijken naar het vervolgstapje. En dat is natuurlijk de physical mastery. Nou, ik zou vooral
ga jezelf prijzen. Ga jezelf bevestigen. Schrijf het op de spiegel. Ik ben leuk genoeg. Ik ben intelligent genoeg. Ik ben knap genoeg. Ik ben grappig genoeg. Ik ben genoeg. Maar hoe krijg je iemand zover die daar moeite mee heeft of die dat niet gelooft? Hoe bedoel je? Als je denkt van nee, waarom zou ik dat opschrijven? Want ik geloof het helemaal, ik ben helemaal niet leuk genoeg. Ik ben helemaal omdat niet... als je het herhaalt, we leren door repeteren. Dus als je het maar genoeg ziet, als je het maar genoeg herhaalt naar jezelf toe, maakt niet uit of een ander dat tegen je zegt, of dat je het tegen jezelf zegt. De mind laat het gewoon naar binnen gaan. En als je het maar lang genoeg zegt, dan verandert vanzelf je mindset. Dus eigenlijk moeten we tegen een persoon die zich daarin aangesproken voelt zeggen van, hey, besef dat ook al zie je het nog niet direct, exact, dat je dit moet doen om een begin te maken, zodat het systeem open kan gaan staan, zodat het uiteindelijk vatbaar wordt voor alles wat helpt naar de weg vooruit. Ja, we zijn allemaal geboren met een mindset van overvloed. In de zin dat een baby gelooft gewoon dat hij goed genoeg is om gehoord, begrepen. Eigenlijk neigde ik meer naar dat. Moeten we dat niet zeggen van, hey, luister, je bent goed genoeg. Get to work, zoiets. Yeah. Je bent goed genoeg, it's time to get up now. Dat idee. En zelfs our friend from Australia is rechtop gaan zitten bij Death Message. On that happy note. En dan is het tijd voor de physical mastery. Want als men dan open staat, hoe komt dan... Dan mag je mij weer als proefkonijn gebruiken, Jean-Luc. Wat heb jij aan mij en misschien ook aan andere klanten gemerkt dat jouw tactiek en jouw methode heeft aangeslagen en ook gewerkt heeft met succes als gevolg? Ja, ik denk dat je gewoon heel erg persoonlijk moet optimaliseren. Dat is heel belangrijk. Wat je steeds meer ziet is dat mensen gewoon iets min of meer van internet plukken. En dan denken van oké, weet je, dat ga ik dan proberen. Maar je moet juist heel erg naar jezelf kijken. Niet zozeer kijken van hey, hoe heeft een ander het gedaan? Dat kan een goed voorbeeld zijn natuurlijk. Maar iedereen is net even anders. Dus ga voor jezelf kijken, ga voor jezelf invullen. Van waar kan ik het anders doen? En hoe zou dat er voor mij uitzien? Sowieso heeft iedereen een heel ander schema in de week, een heel ander rooster, is met heel andere dingen bezig. Dus ga voor jezelf kijken van, hey, wat zou makkelijk voor mij zijn? Kan ik hier een keer 's ochtends gaan trainen? Kan ik hier een keer 's avonds gaan trainen? En ook eerlijk met jezelf zijn, dat is ook iets wat ik heel belangrijk vind. Wat je heel veel ziet is dat mensen dan in één keer Rambo willen worden. Maar ja, dat gaat hem natuurlijk nooit worden. En dan verlies je heel snel de motivatie en dan ben je weer helemaal klaar. Als je ergens niet klaar voor bent, dan moet je het gewoon niet doen. Je moet de stappen één voor één nemen. Ja. En dan kom je waar je wil zijn. Kijk, daar waar Jacquemijn zegt van, hey, je bent goed genoeg. Daar heb jij natuurlijk gezegd van, luister, er zijn maar 5 dingen die je moet weten als het gaat om jouw doel bereiken. Als het gaat om afvallen bijvoorbeeld of een gezondere levensstijl. Ja. Ja, kan jij mij een shortcut met ons delen van hoe dat eruit ziet? En ik wil eigenlijk het beeld schetsen van hoe ga je te werk zodat je iemand kan begeleiden naar het succes. En waarom werkt jouw methode ten opzichte van alle andere voedingsdeskundigen die daarin misschien minder resultaat behalen? Ja. Het begint inderdaad met de mindset, want je moet ervoor openstaan en zeg maar de inzet willen hebben om ergens voor te gaan. En dan ga je gewoon de verschillende afdelingen van je leven ga je bekijken, gewoon één voor één. En ga je daarop invullen. Dus je gaat eerst naar voeding kijken van oké, wat kan ik aanpassen in voeding om de juiste resultaten te behalen. Dan ga je kijken van wat voor sportschema zou bij mij aansluiten. Sommige mensen houden meer van krachttraining, sommige mensen houden meer van duursport. Dat heeft ook met je doelen te maken. Oh, met je leeftijd. Begin met de dag, want nu is dit het plezier waar Jacquemijn het over had. Dat haal je dus ook weer terug. Oké, duidelijk. Dus plezier. Oh ja, 100%. Okay. 100%. Als je het zonder plezier doet, dan ga je het nooit volhouden. Dat kun je misschien 3 weken proberen en dan verwatert dat vanzelf weer. En op de lange termijn werkt dat nooit. Dus je begint met het trainen en de voeding. En het is heel belangrijk dat die op elkaar afgesteld zijn ook. En dat is ook iets waar je het heel vaak fout ziet gaan. Je ziet mensen altijd gewoon een voedingsplan van het internet halen of iets dergelijks. En dan een eigen trainingsschema maken. En dan staat het helemaal uit balans met wat je probeert te doen. Ja. En dan kom je nergens. En zo ook de andere levensstijlfactoren. Slaap is heel belangrijk. Er zijn een aantal hele belangrijke dingen die je moet weten over slaap. Mensen hebben het heel vaak over, oh, ik slaap zoveel uur of ik slaap zoveel uur. Maar dus ook de slaapkwaliteit en hoeveel rust en herstel je daar daadwerkelijk uithaalt. Prikkels. Ja, exact, exact. En, je moet zorgen dat je op de goede manier slaapt. Zodat je maximaal kunt herstellen.
En dat ook je training en je herstel weer goed op elkaar afgesteld is. Want je kunt heel veel trainen, maar als je jezelf nooit de mogelijkheid geeft om te herstellen. Ja, dan wordt het ook lastig. Nou, dan kom je ook weer nergens. Is dat wat je bedoelt met hormoonbalans? Onder andere, ja. Ja. Je wil zeg maar niet te ver gaan, want anders kun je niet meer herstellen. Maar ook voornamelijk hoe de voeding effect heeft op de hormonen. Dus dat je die insuline laag houdt, laag genoeg. Ja. En het is eigenlijk heel interessant wat jij zei over suiker en dergelijke. Dat is inderdaad de juiste visie om te hebben. Van als je kijkt naar hoe wij mensen zijn, hoe wij zijn gemaakt. Wij zijn eigenlijk gemaakt om in een milieu van 10.000 jaar geleden te leven. Als je dan kijkt hoeveel je van bepaalde dingen tegen zou komen in de natuur. Bijvoorbeeld suiker. Ja, bijna niet. En zelfs heel seizoensgebonden. En dan zie je dat tegenwoordig men gewoon achter elkaar door snoept. Ja, fruit en als je dergelijke. Kijkt naar mensen die elke dag beginnen met een groot glas jus d'orange. Waar natuurlijk heel veel suikers in zitten. Ik geloof 8 sinaasappelen of zo. Dit is natuurlijk geen Neandertaler die zijn dag begon met 8 sinaasappelen. Dat liep hij te stuiteren door de grond. Exact. En dan moet je er ook nog bij bedenken dat de sinaasappels die we tegenwoordig hebben, zijn zo vaak gekruist om zoeter en aantrekkelijker te worden. Exact. Ja. En sinaasappel van 300 jaar geleden is niet hetzelfde als wat we in de supermarkt hebben. Absoluut. Gelukkig maar. Ja. Nou ja, ik voel een moment komen van enlightenment, van eventjes. Ik vind het fantastisch. We hadden zeker nog langer door kunnen gaan, maar we gaan eventjes ertussenuit. We gaan luisteren naar Maroon 5 met One More Night. Mm. En eigenlijk past het ook wel een beetje met, hey, weet je, we zijn zo lekker bezig. Let's do just one more night. Nou ja, daar mag je even over fantaseren terwijl je gaat luisteren naar de muziek. Wij zijn zo weer terug. Hier is Maroon 5 met One More Night. Yeah.
Ja, we zijn nog stil hier. We're kicking it here in the studio. En het is lekker leuk, want we kunnen af en toe Engels praten. Omdat we een gast uit Australië hebben. Ze is nog steeds hier. Still kicking it. Our friend from Australia. Howdy, mate. Nee, dat is good day, hè? Good day. Well, you know what I mean. Forget about it. In ieder geval... Ja, af en toe een lachje moet ook tussendoor kunnen natuurlijk, hè. En ze is ook aan het filmen, dus waarschijnlijk is het heel Australië... dat ik weer de verkeerde phrase gebruik. Oké, okay, heel snel door naar jullie. No worries, mate. No worries. All right, terug naar het Nederlands. Hey, waar ik een beetje naar op zoek ben, is... heel veel mensen hebben het nu druk. Hè? Door de drukte ga je zo snel voorbij aan zaken... waar je misschien meer tijd voor zou nemen. Mm. En dan kan het helpen om ze het zo makkelijk te maken... om datgene wat ze graag zouden willen... maar waar ze de tijd niet voor nemen... toch ineens dichter bij elkaar te brengen. Mm. Daarbij kan je denken aan ik zeg maar, wat problemen in de slaapkamer. Het feit dat je niet in je kleren meer past... en dat je je schaamt om over straat te gaan... en dat je denkt van ik blijf liever thuis. Dat soort problemen bedoel ik. Daily problems. Wat is de reden waarom ze bij jullie aan het juiste adres zijn... om ze te helpen bij datgene waar ze eigenlijk naartoe willen? Ik denk dat het leuke is aan onze verschillende vakgebieden... dat ze een soort van op elkaar inspelen. Want omdat je dus eigenlijk mentaal gezonder wordt... heb je ook meer zin om fysiek aan jezelf te gaan werken. En andersom werkt het ook. Hoe meer je fysiek aan jezelf doet... hoe meer je traint en dergelijke... hoe lekkerder je in je vel gaat zitten. En dat, dan kom je ook weer in zo'n opwaartse spiraal mentaal. Dus ja, als je eenmaal begint, dan heb je het te pakken. Eenmaal beginnen. Dus het is als een soort steen die je langzaam maar zeker in vooruitgang wil brengen. In het begin is hij nog heel zwaar, maar als hij eenmaal rolt, dan gaat hij. Zo kun je het goed voorstellen, inderdaad. Ja, een soort stoomlocomotief van hem met heel veel energie in om hem op gang te brengen. Ja. Maar als dat ding helemaal gaat, ja, dan is het ook niet te stoppen. Oké, okay. Oh, dat sounds interesting. You understand that part about the locomotief? Oké, you do. Okay. Het is ook een beetje, mensen denken altijd, oh ja, ik moet motivatie vinden, ik moet motivatie krijgen. Maar de realiteit van motivatie is dat op het moment dat je het gaat doen... Had je brein je beloven met motivatie. Hetzelfde als dat je... Als je even geen zin om je huis schoon te maken. Oh, je moet een kamer opruimen. En dan begin je er één keer mee. En dan denk je... Oh, weet je, ik pak de badkamer ook even mee. Oh, ik doe dat ook nog eventjes. Oh, die kast die ziet er ook verschrikkelijk rommelig uit. Die ruim ik ook even op. Dus het grappige is dat als je één keer met iets begint... dan word je vanzelf steeds meer gemotiveerd. Net zoals jij. Jij zegt van, ja, ik ben nu 20 kilo kwijt. Maar ja, weet je, ik ga nog even door. Want ik wil nog even onder die 3 digits. Onder de 100. Ja, absoluut. En dat dus... is ook een beetje de Robert De Niro thrive, weet je wel. 30 kilo. Nee, is een grap. van die rotte Raging Bull. Nee, klein grapje. Ja, maar snap je, dus het is ook iets wat je moet gaan doen. Dat als je eenmaal... met iets begint, als je eenmaal in die sportschool staat... of eenmaal met persoonlijke ontwikkeling begint... dan smaakt het naar meer. Ja, zo is het. Succes smaakt ook naar meer natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, want je gaat je beter voelen. Je gaat je eigenwaarde gaat omhoog. Je kijkt in de spiegel en denkt, yes, weet je, ik kan dit. En de realiteit is, je kan alles. Je kan het of je kan het leren. Maar het komt altijd goed. Het komt altijd goed, oké. Okay, nou, maar hoe krijg je dat vertrouwen dan bij die personen... als je zegt van het komt altijd goed? Hoe zorg je ervoor dat het vertrouwen ontstaat... bij de persoon met wie je op dat moment werkt dan? Ja, ik doe dat natuurlijk via hypnotherapie en andere dingen. Dus ik ga naar binnen en ik fix het. De knopjes. Ja, de knopjes. Mm-hmm. Maar ik denk inderdaad, als je eenmaal ook met fysiek dingen gaat doen... als je één keer met dat lijf aan de slag gaat... op het moment dat je al resultaat ziet en voelt... omdat je broeken losser gaan zitten... Mm-hmm. En daarin jezelf bevestigen en zie je, je hebt dat mooi geflikt... Dan ontstaat er vanzelf een drive. Mm-hmm. Dat is ook die beloning waar je het dan over hebt. Exact. Want het grappige is, Jean-Luc, jij hebt mij voornamelijk online gecoacht. Het is eigenlijk alleen maar online geweest. In de coronatijd kon het ook niet anders. Nee, helaas. Nee. Ja, ik heb bij Jacomijn inderdaad op de sofa gelegen waarin ik inderdaad de hypno onder... Dan mag ik daar zo meteen iets meer over vertellen over wat die hypno dan precies inhoudt. Mm-hmm.
Maar ten opzichte van het online coachen, je ziet van, hey, fysiek coachen maakt het net wat makkelijker. In ieder geval het contact is wat echter. Mm. Desondanks heb je dat natuurlijk met het online gebeuren toch voor elkaar gekregen dat de boodschap niet alleen is aangekomen, maar dat het ook nog eens gewerkt heeft, dat het is opgevolgd. Hoe verklaar je dat? Ja, je moet iemand echt helpen met de motivatie en de eerste stap zetten. En als je eenmaal de eerste stap gemaakt hebt, dan ga je door met waar we het aan het begin over gehad hebben, die gewoonte. Als je dat eenmaal op kunt gaan bouwen, dan wordt het steeds makkelijker. Want hoef je niet elke keer meer heel serieus na te gaan denken van, nou, heb ik vandaag zin om iets te gaan doen? Nee, je gaat het gewoon doen. Het wordt gewoon een vast ritme, een onderdeel van je schema. En dan ga je de dingen gewoon makkelijk uitvoeren. En dan vliegen de weken voorbij bijna. En dan realiseer je opeens van, hey, kijk nou eens, ik ben zoveel afgevallen dat ik gewoon een groot verschil in de spiegel zie. Ik begin te merken dat ik kleding van eerder weer pas en dergelijke. En dat zet je dan weer aan om nog weer door te gaan. Vaak heb je maar een heel klein tikje nodig om te beginnen. Mm-hmm. Het is net als met domino's eigenlijk. Je begint met één en dan op een gegeven moment kun je steeds grotere structuren van domino's, steeds grotere domino's laten vallen en dergelijke. Dus als je eenmaal het momentum hebt, dan kun je doorgaan. Mm-hmm. One step at a time, dat idee. Ja, precies. Precies. Ja, ja. En je moet even die inzet hebben om de eerste stap te maken. En de eerste keer is altijd het moeilijkst. Maar wat ik ook denk, dat doordat je het inzichtelijk hebt gemaakt, dat je uitlegt van, hey, dit gebeurt er met voeding als het genutteld wordt en als het in je systeem komt. Mm-hmm. Hey, jij hebt voor mij heel duidelijk gemaakt van, hey, kijk, dit is wat dit voedingsstuk met jou doet. Dat is wat dat voedingsstuk met jou doet. Als je dit effect wil voorkomen, waardoor de drang naar vetverbranding, of tenminste de zoetigheid ontstaan en suikerinname. Mm. Als je dat wil verminderen, begint het juist dit. Want dit zorgt ervoor dat je daar meer voor. Dat maakte het voor mij dusdanig praktisch dat ik dacht van, oké, het is eigenlijk gewoon een puzzelstukje. Wat wil ik dat er door die vaten heen gaat? Ja. Je zei net de modern heroine. Niet moeder heroïne, maar de moderne heroïne. Ja, dan suiker. Suikers inderdaad. Ja. Omdat het beeld van, hey, die suikers door die blood veins in het lichaam, die dan zo hun weg vinden en voor ontstekingen zorgen. Ja. Of voor een blokkade van verwerking van vetverbranding en dergelijke. Ja, ja, ja. Want we hebben het over ketose gehad. Jullie zijn beide natuurlijk voorstanders van keto. Mm-hmm. Leg eens even uit aan de leek, wat houdt het dan precies in? Weet je wel, keto. Ik weet het wel, maar ik stel de vraag nu ook vanuit de luisteraar. Ja. Keto komt eigenlijk van ketonen en die komen vrij als je vet aan het verbranden bent. Dus keto, dat betekent eigenlijk gewoon de vetverbrandingfase. Zoals we al gezegd hebben, het is zo dat als je koolhydraten eet, dan wordt die afgebroken tot glucose. En dat is eigenlijk waar we het grootste gedeelte van de dag op runnen, waar de gemiddelde persoon op runt. Omdat je zoveel koolhydraten binnenkrijgt in de vorm van aardappels, pasta, rijst en dergelijke, brood. Dat je er eigenlijk altijd in zit. Maar het is heel lastig om vet te gaan verbranden als je glucose in je systeem hebt, omdat het altijd de prioriteit krijgt. Dus waar je voor moet zorgen is dat je dat zoveel mogelijk vermijdt. En op dat moment heeft je lichaam eigenlijk geen keuze en gaat het vet verbranden. Ja, ik ben symbolisch voor je aan het applaudisseren, maar ik moet vooral doorgaan met praten. Oké. Okay. Ja, dan ga je vet verbranden. Ken je dat gevoel dat je dan, nail dit, dat bedoelde ik eigenlijk. dat is waar ik naar zocht. Ja. En dat is wat je wil. Want je kunt geen lichaamsvet verbranden als je lichaam ook tegelijkertijd die glucose aan het verwerken is. Dat gaat gewoon niet. Dat is prioriteit. Exact. Ja. Transition. En het vervelende is dat door die insulinepieken en dalen, dan krijg je op een gegeven moment, als de glucose bijna op is, krijg je zo'n soort van crash in je bloedsuikerspiegel, je insuline en dergelijke. En wij nemen dat van, oh, we moeten weer gaan eten. En wat je dan doet, is je neemt weer iets te snacken. En dan is het 99% van de tijd weer iets met koolhydraten, glucose en dergelijke. En dan begint het proces overnieuw. En zo blijf je doorgaan. En het is pieken en dalen en pieken en dalen. Mm-hmm. Maar je raakt nooit echt die vetopslag aan. En daar moet je naartoe. Fat storages. Ja, exact. Oké. Okay. Jij hebt natuurlijk ook een belichting als het gaat om keten. Daar ben je fan van, Jacomijn. Ja. Wat is jouw visie daarop dan? Ik vooral omdat ik gewoon me verdiepte. Ik ben natuurlijk geen diëtist, maar ik verdiep me wel ook in voeding. Want ik merk gewoon dat mensen die niet lekker in hun vel zitten, die niet goed voor zichzelf zorgen, vaak ook heel onzorgvuldig met voeding omgaan. You are what you eat, dat idee, zeg maar. Maar het is natuurlijk wel zo. En, okay.
Dus, en ook omdat ik het zelf interessant vind om te kijken wat het met zeg maar mentale stabiliteit doet. Dus op het moment dat je hoofdzakelijk keto eet, ben je gewoon veel stabieler. Omdat je niet die pieken en die dalen hebt. Je bent niet aan het crashen, je bent niet aan het zoeken. Want het zoeken naar weer die nieuwe suikershot eigenlijk geeft heel veel onrust. Je hebt gelijk, het is inderdaad een soort modern heroïne. Ja, het geeft heel veel onrust. En ik denk dat een holistische aanpak van well-being gewoon heel belangrijk is. Holistisch zeg je? Ja, holistisch. Ja. Dus alle facetjes. Ja, want dat is ook iets wat ik bij jou terug heb gehoord. Hè? Het holistische. Ik moet zeggen, dat sprak me ook persoonlijk aan. Het holistische. Maar dat komt ook omdat, weet je wel, dat resoneert wel met ook hetgene waar ik mee bezig ben. Ja. Maar hoe zou je dat kunnen verklaren aan iemand die misschien wel hetzelfde gevoel nastreeft, maar misschien nog niet bekend is met die term? Wat is dat, holistisch te werk gaan? Holistisch te werk gaan. Holistisch betekent dat je focust op alle aspecten tegelijkertijd. Omdat alles met elkaar te maken heeft. En alles beïnvloedt elkaar ook alweer. Mm-hmm. Dus het is een soort van samenspel. Als je aan één ding gaat tweaken, dan heeft het ook invloed op de rest. En als je aan meerdere dingen tegelijk gaat tweaken, dan kan het een soort van samenspel veroorzaken. Waardoor het nog beter gaat. In die zin wordt 1 plus 1 wordt 3 eigenlijk. En waardoor het dus ook makkelijker wordt. Absoluut. Yeah. Oké, okay, nice. Yeah. Jochemijn, je had het net over hypnotherapie. Laten we eerlijk zijn. Een heleboel mensen denken bij hypnotherapie van, oh jee, je gaat me toch niet uit mijn bewustzijn halen. Je gaat me toch niet. Het is toch eng. Of mensen associëren het met entertainment. Hè? Dus die zijn er ook. Ja. Een podium en dan denk je dat je. U voelt niets. Nee, of u bent nu een kip of een hond of weet ik veel wat. Ja. Nou, dat is het allemaal niet. Trans hoort bij ons. We zijn eigenlijk gewend om gedurende de dag in en uit trans te gaan. En als kinderen helemaal veel. He, dat merk je ook vaak als een kind helemaal in een interne focus zit. Of helemaal in een filmpje of in een boek. Dan kun je eens vragen, Jantje of Pietje, wil je nog een kopje thee? Dan horen ze je niet eens, want dan zijn ze in trans. En eigenlijk is dat wat het is. Het is een soort interne focus. Of bijvoorbeeld als je een lange autorit hebt. En je bent in één keer aangekomen op je bestemming. En dan heb je echt niet elk boompje, huisje wat langs de weg stond, heb je gezien. Want je zit ook ergens in een soort van interne focus. En ondertussen is je bewuste mind op de automaat. Dus dat is eigenlijk wat trans is. En trans is heel handig. Want via trans kan je op onbewust niveau kan je veranderingen aanbrengen. En daar hebben ze inmiddels onderzoek naar gedaan. En wat blijkt dat onze bewuste mind is verantwoordelijk voor 20% van ons gedrag. En de onderbewuste mind voor 80%. Dus het is heel handig. Het is natuurlijk super fijn als je op bewust niveau snapt, oh, daar wil ik naartoe. Weet je, dat is mijn doel. Maar op onbewust niveau staat de neus de andere kant op. Dan ga je je doel niet bereiken. Dus om heel effectief grote veranderingen plaats te laten vinden, is het heel erg goed om ook op onbewust niveau te kijken van, wat zit daar nou? Weet je? En RTT, dus Rapid Transformational Therapy, dat maakt gebruik van hypnose. We hebben een issue. Nou, stel dat het issue is van eigenwaarde. Want je denkt dat je niet goed genoeg bent. En dat is de issue. En een symptoom daarvan is bijvoorbeeld dat je altijd aan het pleasen bent. En dat je altijd maar de behoefte van de ander op de eerste plaats zet. Nou, dan kan je natuurlijk met hypnose kan je gaan kijken op onbewust niveau. Wat zit daar dan? Waarom ben je dat gaan geloven? Want geen baby die stelt de ander op de eerste plaats. Dat is aangeleerd gedrag. Want een baby die heeft al, als het 4 uur 's nachts honger. Nou, dan weet je het hoor. Hmm. Ja. Hè? Exact. Jij kan dat nog niet zeggen als je. Nee. Do you know that? When a baby cries, do you have that experience? Oké. Dus dat is
dat is aangeleerd. Dus wanneer, hoe en waarom ben je gaan geloven dat de behoefte van de ander belangrijker is dan je eigen behoefte? En dus met hypnose kan je naar de wortel, naar de oorzaak van de issue. Hoe kan jij mensen verzekeren dat ze zich gewoon veilig kunnen voelen op het moment dat ze zo'n therapiesessie ondergaan? Okay. Want die angst is vaak, hè? Ja, maar omdat hypnose hoort bij je, dus het is niet iets wat ik bij je doe. Ik laat je alleen maar zien hoe je het doet en dan doe je het zelf. Mm-hmm. Je geeft de instructies en dan exact. Volg je en de op. En de mensen, mijn cliënten doen het uiteindelijk zelf. Want het is jouw mind. Mm-hmm. En van niemand anders. En hoe kan je iemand eigenlijk, hoe kan je de overtuiging wegnemen van iemand dat die dan denkt van, ja maar wacht eens, er wordt een spelletje gespeeld, je bent aan het erasen of je bent een bandje aan het... Hoe doe je dat? Dat gevoel van... Veiligheid. Ja. Omdat... Kijk, in eerste instantie denk ik als je je niet open wil stellen, als je niet wil veranderen, als je niet klaar bent om te veranderen, dan denk ik dat het ook niet gebeurt. Dus mijn cliënten die hebben soms wel dat ze denken, ik vind het wel heel spannend hoor, wat we nu gaan doen. Maar daarbij, ja. Het is een hele effectieve therapie. Hij bestaat al heel lang. Trans hoort bij je. En ten alle tijden ben je er ook gewoon. Want ik ga ook je vragen stellen. Mm-hmm. Dus je bent er gewoon. Alleen, je bent in een hele diepe interne focus. Oké. Want Jean-Luc, als je dit zo hoort, heb je zelf ook zoiets van... dit zou ook nog eens... van toepassing kunnen zijn op de manier hoe ik te werk ga. Past dat bij wat jij doet? Ja, ik vind dit heel interessant om te horen inderdaad. Ik wist inderdaad al dat ons onderbewustzijn... dat doet zoveel voor ons. En dat is ook iets wat je weer kunt linken aan die gewoontes. Want als dat helemaal in je onderbewustzijn zit... dan denk je niet eens over na. Je gaat gewoon naar de gym toe en je doet je hele workout. Je bent weer thuis voordat je het weet. En dan sta je er vaak niet eens bij stil. Maar hoe diep jij erop ingaat en hoe je dat zo kunt opwekken op een bepaalde manier en kunt beïnvloeden wat er echt gebeurt in het onderbewustzijn, dat is toch wel een heel ander level inderdaad. Ja, er is dus ook onderzoek naar gedaan dat de actie die we doen door de bewuste mind, op het moment dat jij denkt van ik ga nu sporten, dan is onze actie is soms al 10 seconden daarvoor door het onderbewuste in gang gezet. Dus je denkt dat je met je bewuste mind doet wat je doet, maar heel veel van die patronen die zijn al in gang gezet door je onderbewuste. Je onderbewuste is ook nooit uit. Dus nogmaals, dat is dus dat gevoel van je bent niet goed genoeg. Ja, exact. Dus heel veel van ons gedrag, mm-hmm, denken we dat bepaald wordt door je bewuste mind. Maar eigenlijk wordt het 80% zijn patronen op onbewust niveau. Dingen die je hebt geleerd. Okay. Het is helder nu. Ja. Dat is de reden waarom ik zeg het tegen jezelf. Om je als het ware een soort van te wapenen tegen wat van buitenaf sowieso al op je bord belandt. En op deze manier kan je ervoor zorgen dat je niet gaat geloven in wat anderen zeggen. Nee, dat bedoel ik niet. Want ik denk dat überhaupt wat jij tegen jezelf zegt is het allerbelangrijkste wat je ooit zult horen. En niet wat anderen tegen je zeggen. Ik denk dat een veel gezondere manier is. Wat ik bedoel eigenlijk is dat de onderbewuste patronen die eigenlijk al vanaf dat we kind zijn, tussen 0 en 7... Tussen 0 en 7 is vooral de onderbewuste mind van kinderen actief. En pas rond je 8e krijg je een bewustzijn. En waarom heeft de natuur dat zo geregeld? Omdat je eerst regeltjes moet weten, structuren moet weten, voordat een bewustzijn ze kan toepassen. Dus eerst worden de regels en de structuren geprogrammeerd. En dan pas ontstaat er een... De manier waarop je naar de wereld kijkt, zeg maar. Exact. Eerst moet je... Je moet weten hoe je sociaal moet functioneren. En waar leer je dat? Dat leer je natuurlijk in je systeem van herkomst, in je gezin van herkomst. Nou begint het, ja. Okay. Ja. Begint daar dan ook, Jean-Luc, het eetpatroon, wat mogelijk verstoord kan worden? Oh ja, absoluut. Ja, ja? Dat is zeker een hele grote factor. Ja,
Ja, je groeit natuurlijk op in een gezin. En wat daar gebeurt, dat is wat je normaal acht. Wat je ziet, wat je om je heen ziet als kind. Ja. Dus ja, inderdaad, als je in een familie geboren wordt met gewoon ongezonde eetgewoontes, vaak te veel of emotionele eters, dan steekt dat heel erg aan. Dan ga je dat vanzelf ook doen van nature. En okay. Dat kan leiden tot grote problemen. En dan moet je dat eigenlijk gewoon gaan herprogrammeren. En eigenlijk gewoon de dingen overnieuw leren die je als kind al geleerd hebt. Of het klinkt bijna alsof je zegt het afleren van bepaalde... Of afleren, ja. Hoe je het wil noemen, inderdaad. Ja. En wat ook heel interessant is... Ik heb ook wel cliënten gehad met hypnose. Dat ze bijvoorbeeld... een van de dingen die ze leerden als kind... is dat altijd het bord leeg moest. Ja. Dus het moet op... Your friend from Australia had the same thing. I need to finish my coffee first. Het gaat zelfs op volwassen leeftijd gaat het niet door. Hè? Maar dat is natuurlijk, dat zijn hele interessante dingen die je eigenlijk leert. Waarom moet het bord leeg? Dus als je peuters hun gang laat gaan, leven ze de hele dag op een wortel. Het zijn volwassenen die op een gegeven moment zeggen, en dat bord moet leeg. Dit is zelfs cultureel bepaald, hè? Exact. Want ik bedoel, ik heb me laten vertellen... en ik heb het ook zelf gezien trouwens... dat de Grieken bijvoorbeeld daar een hele andere filosofie op nahouden. Hè? You're Greek, you're supposed to be fat. Dat idee. Ik ga nu wel heel kort door de bocht, dat snap ik maar. Even om het aan te dikken. Maar dat is een teken van welvaart. Juist, precies. Exact. Ja. Dus als je dat is een teken van dat je welgesteld bent. Dus dat soort statussymbool is het dan. Nou, dat is ook een overtuiging. En ik weet dat er bepaalde Afrikaanse landen zijn waar dat ook zo heerst. Je bent niet gezond, want je hebt geen vlees aan je lijf. Dat idee. Nee. En ergens is dat natuurlijk ook zo. Want stel, toen we nog in grotten woonden, als we dan een beetje extra reserve hadden, dan overleefden we langer. Mm-hmm. Maar ja, de realiteit is, we leven niet meer in een grot. En je kan overal eens eten. Dus het is eigenlijk, ik denk dat het meest gezonde is om gewoon in tune te zijn met je lijf. En niet dat van, oh, je moet 3 keer per dag eten. Hoezo? Wie zegt dat? Ja. Nou, wie zegt dat, Jean-Luc? Ja, exact. Dat is iets wat ik ook altijd aandraag. Ja. Dat is allemaal gewoon cultureel bepaald. Ja, of mentaal geconstrueerd door weet ik veel wie. Ja, precies. Precies. Ja, misschien door de advertentiemaatschappij. Ik weet niet. Exact. Bijvoorbeeld, ja. Of inderdaad ook met je bord leeg eten, dat soort dingen. Ja. Dat is, het is gewoon niet verstandig als je... we hebben vaak zo'n idee van je wil eten liever niet weggooien, want dan ben je schuldig over. Ja. Maar aan de andere kant, kijk, als je echt vol zit en je kunt het niet bewaren, als je te veel gaat eten, dan ga je structureel te veel eten, want dan leer je jezelf dat aan. En op de duur leidt dat alleen maar tot extra vetmassa en een ongezond gewicht. Mm-hmm. En dat is niet waar je heen wil. Dus don't do it. Nee. We zijn alweer aan het einde gekomen. We hebben een, denk ik, sensationele radio-uitzending gemaakt. Dit vraagt gewoon ook om... Wil je besparen op je energiekosten? Bij Welkom Energie bespaar je direct en krijg je standaard 100% groene energie. Welkom Energie houdt het graag gemakkelijk, met begrijpelijke taal en vriendelijke service. Welkom bij het meest vriendelijke energiebedrijf van Nederland. Gewoon bij jou in Almere. Welkom Energie. Ook besparen op je energiekosten? Check nu jouw besparing op welkomenergie.nl.